Goedenavond, dames en heren. Aanstaande woensdag wordt de koffie duurder. Een pak koffie van een half pond gaat dan met 6 cent in prijs omhoog. De prijsverhoging wordt door de Vereniging van Koffiebranders toegeschreven aan duurdere grondstoffen. En dat komt vooral door de voortdurende stijging van de wisselkoersen voor de dollar op de geldmarkten. De Poolse primaat, kardinaal Glemp, verwacht een spoedig einde van de staat van beleg in Polen. Bij zijn terugkeer uit Rome en Warschau liet Glemp doorschemeren dat hij op 22 juli, de nationale feestdag in Polen, de opheffing van de staat van beleg verwacht en de afkondiging van strafkwijtschelding voor politieke gevangenen. Naar verwacht wordt zal op 20 en 21 juli het Poolse parlement bijeenkomen om over de staat van beleg te debatteren. De 11-jarige Amerikaanse Samantha Smith, de gast van Sovjetleider Andropov, is momenteel op de Krim aan de Zwarte Zee. Daar vertoeft ze onder Russische kinderen in een zomerkamp van de zogeheten pioniers. Die bleken zich, net als zij zelf, ook met vrede bezig te houden, zo ontdekte Samantha. De kinderen schreven gisteren vredesbrieven aan verschillende westerse leiders. Maar er was een romantischer mogelijkheid. Rode was werd gesmolten om vredesboodschappen in een fles te verzegelen. En daar deed Samantha aan mee. Ze stopte een wens voor vrede voor iedereen in haar fles. Omstuwd door vele verslaggevers ging ze met de andere kinderen vervolgens aan boord van een schip voor een tocht van een uur op de Zwarte Zee. Daarna werden de verzegelde flessen overboord gegooid. Vandaag is Samantha de haar overal volgende journalisten ontvlucht. Ze nam een dagje rust. Bij een vliegramp in de bergen van Ecuador zijn alle 119 inzittenden om het leven gekomen. De Boeing van de Ecuadoraanse militaire luchtvaartmaatschappij TAME vloog op een binnenlandse vlucht van Quito naar Cuenca, 450 kilometer naar het zuiden. Kort voor de landing in Cuenca ontplofte het toestel in de lucht. Niemand overleefde de ramp. De Boeing 737 vervoerde zowel militairen als burgerpassagiers. De Ecuadoraanse minister van Luchtvaart sluit niet uit dat sabotage de oorzaak is van het ongeluk. Het is de grootste vliegramp in de geschiedenis van Ecuador. In Den Haag is op 54-jarige leeftijd overleden de voormalige voetbalinternational Mick Klavan. Hij maakte zijn debuut in 1948 tegen Noorwegen en speelde 27 maal in het Nederlands elftal. Klavan kwam jarenlang uit voor ADO en later ook voor Scheveningen Hollandsport. Het nieuwsoverzicht nu. De FNV gaat zijn leden mobiliseren tegen het kabinetsbeleid zoals dat met Prinsjesdag in de miljoenennota zal worden gepresenteerd. Met de actieve leden zal de FNV vooral protest aantekenen tegen de te verwachten bezuinigingen op ambtenarensalarissen en uitkeringen. Daarnaast zullen FNV-bestuurders leden van de Tweede Kamer en het kabinet bestoken. We gaan denk ik vooral met de politiek, met politici, kamerfracties in debat over de uitzichtloosheid van bezuinigingen die steeds meer werkloosheid creëren in plaats van de werkloosheid op te lossen. En in de tweede plaats gaan we met ze in debat over de vraag hoe je, als we het al moeilijk hebben in een crisistijd als nu, de lasten eerlijk verdeeld. Dat is niet door de meest kwetsbaren een forse korting aan te smeren en de mensen met hogere inkomens zonder problemen te laten. Actiegroepen in Nederland, Engeland en Spanje hebben vandaag protest aangetekend tegen de komende dumping door Engeland van radioactief afval in de Atlantische Oceaan. In Amsterdam hielden vandaag leden van de actiegroep Rotte Vis gedurende een uur het Britse consulaat bezet. Ze plakten affiches achter de ramen met de tekst "Geen atoomafval de zee in". Engeland had vandaag met het dumpen willen beginnen, maar Britse zeelieden weigerden het dumpschip te bemannen. De Tour de France heeft na de eerste zware bergetappe vandaag een nieuwe leider, de Fransman Pascal Simon, die derde werd. Hij nam de gele trui over van de Ier Kelly. De etappe werd gewonnen door de Schot Miller, de Spanjaard Delgado werd tweede. Veel uitvallers vandaag, onder wie Kuiper, die met maagklachten van de fiets stapte. Ook Leo van Vliet, Steven Rooks, de Spanjaard Gorospe en de Colombiaanse kopman Flores hielden de Tour verder voor gezien. Eindfase van de etappe van vandaag, Miller zet alleen de laatste afdaling in. Delgado zit vlak achter hem op de hielen en lijkt sneller te gaan. Maar Miller blijft voor en finisht als eerste. 7 seconden na hem komt Delgado over de streep. Er moet een einde komen aan toerprijsvragen in de krant, vindt staatssecretaris Korte van Justitie. Zij vindt ze in strijd met de wet op de kansspelen.
Een aantal regionale kranten, waaronder die van de Brabantpers, laten hun lezers al jaren de etappewinnaars in de Tour voorspellen. Tot slot nog de weersverwachting van het KNMI geldig tot morgenavond. Zonnig en zeer warm. Middagtemperatuur ongeveer 31 graden, vlak aan zee minder warm. Minimumtemperatuur vannacht omstreeks 17 graden. Een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost. Dan de weersvooruitzichten voor woensdag tot en met zaterdag, zonnig. Woensdag nog zeer warm, daarna mogelijk koeler. Einde van dit journaal. Dames en heren, goedenavond.